Hey, mijn naam is Raymond Klaas. Ik ben meteoroloog, weerman bij Infoplaza. En ik ga vandaag weer een weersverwachting maken. En misschien is het wel even leuk om te kijken hoe die tot stand komt. Daarvoor gaan we eerst even naar de weerkamer. Dat is een stukje lopen, want ik stond net in de studio natuurlijk. Maar nu gaan we naar de weerkamer. Hier achter mij wordt heel hard gewerkt door allerlei meteorologen. Die hebben allemaal hun eigen computer. En samen komen ze tot een goede weersverwachting. En die weersverwachting die mag ik gaan vertellen in de studio. Dan moet ik me natuurlijk wel even gaan omkleden, want zo, dat kan natuurlijk niet. Kom, we gaan weer naar de studio. Dat gaan we niet doen. Zo, het laatste poedertje wordt nog even aangebracht. En natuurlijk moet ik mijn kraagje nog even netjes doen. Kan jij dat ook even doen? Kraagje netjes, dankjewel. En dan gaan we het weerbericht opnemen. En zoals je ziet sta ik gewoon helemaal in een groene ruimte. Maar dat maakt niks uit, want als je nog even beter kijkt, dan zie je dat ik wel kan zien wat er op het scherm gaat komen. Leuk hè? Zeg, ik ben er klaar voor hoor. Oké, dan gaan we opnemen. Opname in 3, 2... Goedemiddag. Het weerbericht voor vandaag, dat ziet er toch nog wel erg bewolkt uit hoor. Kijk maar eens hier op deze prachtige foto. Grijze luchten en nauwelijks neerslag. Die kan je ook mooi zien dat er al wat opklaringen gaan komen later vandaag. Maar eerst nog wel die bewolking. De temperatuur ligt rond de 4 graden in de middag. En er staat een matige noordoostenwind. En blijft dat zo? Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Met de lange termijn verwachting. En we zitten nu helemaal hier. En we komen uiteindelijk uit helemaal daar. En wat zie je? Er is maar één koud nachtje. En dat is deze nacht van vrijdag op zaterdag. Dan gaat het misschien wel vriezen. Tot de volgende keer. En we zijn gestopt. Hij staat erop. Zo, deze weersverwachting die staat er ook op. En nu heb je in een kort filmpje gezien wat wij bij Infoplaza allemaal doen in de studio. Heb jij nou nog meer vragen over weersverwachtingen en hoe die gemaakt worden? Dan kan je die stellen hieronder in de comments. En als je het echt leuk vindt, doe dan ook even duimpje omhoog en abonneren. Dat vinden wij ook hartstikke leuk. Tot de volgende keer!